u kunt doneren. Deze banner verschijnt straks nog een keer. Als u de QR-code nu niet hebt kunnen scannen, dan doet u het straks maar. Kijken naar Peensel, want hier is Pots Racing gek met enorm veel ruimte met de goal. En de nieuwe spits, Zekiri, duwt hem binnen. We moeten wel nog even kijken of hij onside stond. Maar ja, van een impact gesproken. Eerste kans, eerste goal voor Andy Zekiri, de 24-jarige Zwitser. Een plotse tegenprik van Racing Genk. En het spel is goed gekeken ook van een Zekiri, dat hij daar niet... Huertas, knap gedaan. En dan een uitstekende bal tot bij Amoura. Jongen, dat was een absolute wereldgoal geweest. Wat een afwerking van de Algerijn, maar op de paal. Hier nog zien. Ja, buitenkant rechts. Dat Genk op weg is naar 9 op 9. Ik herhaal het. Dat is een unicum voor de Limburgers in de Jupiler Pro League. 9 op 9 in de eerste drie uitwedstrijden. Tolu, kan hij de boeken helemaal dicht doen? Nee, tegen de paal. En dan nog, ja, toch wel binnen. Galarza. Is het offside? Jawel. Geen 0-2. Geen doelpunt voor... Ze willen winnen van Burgess. Dat doen er niet veel. Dan het goede doorkoppen van Fadewa. Uiteindelijk hun lichaam gebruikt. Pech in de afwerking. Wat is het dan met het hoofd nog? Ah, het is toch een doelpunt. Ja, toch een goal. 0-2 voor Racing Genk. Dan kunnen ze misschien toch niet helemaal tevreden zijn met de balans. 10 op 18, einde van de wedstrijd. Union 0, Racing Genk 2. Hyper-efficiënt. En een heel moeilijke eerste helft overleefd om alsnog te komen winnen in Brussel.